Ik heb niet de perfecte wedstrijd in mijn hoofd. Ik heb de ring in mijn hoofd. En ik begin met in mijn hoofd door te nemen wat ik tijdens de training ga doen. Ik ga ook nadenken waar ik tegenaan kan lopen tijdens de training. Wat mijn problemen kunnen zijn, hoe ik die ga oplossen. Dus dat heb ik in mijn hoofd allemaal klaar. Dan neem ik de proef door in mijn hoofd. Waarbij ik ook vooral mezelf bewust van maak wat ik wanneer moet gaan doen. En dat lukt nooit 100% omdat mijn paard ook wel weer verrast. Maar daarom moet die proef zo vastzitten dat ik daar niet meer over na hoef te denken, dat ik me op mijn paard kan focussen.